Afgelopen week hebben de 13 finalisten voor Miss Verkiezing Gelderland 2012 een fotoshoot en kickbokstraining gehad. Dit gebeurde bij kickboksvereniging Fight and Power Center op de Rommelseweg. Vandaag hebben we dus een kickboksworkshop bij Kickboxing Arnhem. En we gaan nu echt aan de weerbaarheidstraining werken vandaag. Zodat de meiden wat sterker gaan zijn, mentaal. Er wordt ze ook echt uitgelegd hoe ze moeten eten nu vanaf nu tot aan de finale. Dat ze echt letten moeten op de voeding. En het is nu echt voor ons belangrijk dat ze echt sterk worden. Omdat er natuurlijk komt zoveel op ze af de komende tijd. En er is al heel veel op ze afgekomen. Dus we willen ze daar behoeden dat ze dus niet in de stress raken of in paniek raken. Dus dat is onze doel nu. Ja. Ik ben benaderd door de fotograaf van Miss Gelderland en die heeft mij ook benaderd op Facebook. Dus ik werd wakker en ik las in één keer een berichtje op privéberichtje op Facebook van ik ben iemand van de organisatie over van Miss Gelderland. Schrijf je in, want je ziet er leuk uit en je bent fotogeniek genoeg. Dus ik dacht van oké, cool. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all. We gaan ze ook leren hoe ze dan echt met het publiek moeten mengen. Dat ze dan echt, er komt ook nu heel veel pers bij ze kijken. En de finale is op 18 mei, dus daar trainen we nu naartoe. Dus hoe zal die avond eruit gaan zien? De messen staan natuurlijk centraal. En we hebben diverse rondes. Een talentenronde, een bikinironde, een avond, galaronde. De publiek gaat ze beter leren kennen. De jury gaat ze beter leren kennen. Maar alles wat ze vanaf nu doen tot aan de finale telt ook mee met de jurering. Dus vandaar ook al die workshops. Dus we kunnen nu al zien welk miss het wel kan, welk miss het niet. En dan wordt op die avond een beslissing genomen. En degene die Miss Gelderland wordt, gaat door naar de finale van Miss Nederland. Het lijkt me gewoon een hele unieke ervaring, omdat ik natuurlijk ook met heel veel andere dingen, met modellen werk en met muziek bezig ben. Kan ik op deze manier misschien deuren voor mezelf openen, mensen ontmoeten, nieuwe mensen ontmoeten. En het lijkt me gewoon heel leuk. Het is allemaal heel nieuw voor mij, dus weer iets heel anders. En ik denk niet dat het elk jaar kan. Het is een unieke ervaring voor eenmalig, denk ik. Maar voel je nu al een beetje onderlinge concurrentie? Nee. Het zijn allemaal hele gezellige meiden. Iedereen helpt elkaar en leent spullen uit. En je voelt helemaal niet dat je echt in een wedstrijd zit. Het is allemaal heel gezellig en het is heel positief, ja. I'm gonna burn it down, down, down. I'm gonna burn it down.